Sinds bekend is dat Pegida wil demonstreren, hebben meerdere politici al opgeroepen tot een tegengeluid. Daniel Peters, fractievoorzitter van de SP, is nu bezig om dat geluid zelfs gemeentebreed uit te dragen. Elke partij in de stad heeft hem laten weten daarachter te staan. Als gemeenteraad, is dat niet een wat zwaar middel voor een groep die gewoon andere politieke opvattingen heeft dan u bijvoorbeeld heeft? De hele gemeenteraad is volgens mij heel erg trots over de opvang van vluchtelingen op dit moment in de stad. Hoe wij daar tegenover staan. Het negatieve geluid dat je in andere plekken in Nederland soms hoort, heb je in Amsterdam nog niet gehoord. Dat willen we vooral uitdragen en dat vinden alle partijen. Toen Wilders zei er minder Marokkanen, waren er heel veel Marokkaanse kinderen die de volgende dag bibberend op school kwamen en aan de juf vroegen, moeten wij dan het land uit? Nou, voor al die mensen is het belangrijk dat we uitspreken, nee, Amsterdam is een stad waar iedereen welkom is en waar je gewoon erbij hoort. Grote vraag is of de demonstratie op de Dam moet plaatsvinden, want in Utrecht verliepen die in 2015 erg onrustig. En ondernemers rond de Dam hebben al zorgen geuit tegenover AT5. Toch leidt een demonstratie in het centrum, in plaats van het bijvoorbeeld weg te stoppen in het havengebied, de voorkeur te hebben, mits het natuurlijk veilig blijft. Het kan heel veel emoties oproepen, zo'n demonstratie, en dat is ook logisch. Dus je moet dat heel goed organiseren. Ik hoop ook dat ze daar goed samenwerken met de gemeente. Maar het feit dat mensen kunnen demonstreren hoort bij de democratie. En dat kan soms inderdaad vervelend zijn voor ondernemers, maar dat moeten we dan vooral goed regelen. Er is gewoon een recht op demonstratie in Nederland en in Amsterdam. En als mensen een demonstratie willen op de Dam, dan als er geen veiligheidsproblemen doorkomen, dan moeten die mensen daar gewoon kunnen demonstreren. Overigens is de demonstratie nog niet officieel aangevraagd, alleen aangekondigd. Daarna zal de burgemeester hier zich dus over buigen.